Goedendag, bedankt weer voor het kijken naar een nieuwe video van de Geurboutique. Vandaag hebben we, zoals je als de titel al kan zien, de Withbox van de maand februari. En ik heb hem al uit de doos gehaald, scheelt enorm veel herrie. En hij is dit keer echt groot voor ons hier in Europa. Ik vind hem in elk geval, hij lijkt een heel stuk groter dan de andere. Ik heb daar geen doos meer van, dus ik kan ze niet voor je naast elkaar houden. Maar geloof mij, hij is echt groter. Ik ben enorm benieuwd waar we... wat we allemaal tegen gaan komen. Ik hoop dat er eens een keer... Ik hoop dat er een keer weer een geurbloem in zit. Want die van mij is nu bijna op. Maar we gaan zien wat er allemaal spannend in zit. Allereerst hebben we ook nog eens de geur van de maand. Dat is Sunburst Bamboe. Ook omdat je een beetje kan zien in het licht. Oeh, wordt wel lastig. Sunburst Bamboe. En de geurnoten ben ik vergeten op te zoeken. Laten we dat dan gewoon maar even doen. Want die waren wat lastiger te vinden, geloof ik. Eens even kijken. Internet is niet zo snel vandaag. Kunnen we ondertussen wel even openmaken. Sunburst Bamboe. Dat klinkt natuurlijk al wel lekker fris. Dus ik ga ervan uit dat het een wat frissere geur is. En ja, dat is het ook. Even kijken. Een Sunburst Bamboe. Hij is dus nu in de korting. Want elke keer de geur van de maand is in de korting. Net als de warmer van de maand. Wat deze maand overigens ook een enorm mooie warmer is. Wil je hem zien, check dan of even mijn video of kijk even op de website. De link zal ik trouwens even onder in de beschrijving plaatsen. Oeh. Zonovergoten bamboe en knapperige komkommer onder een transparant bladerdak van pioenroos bieden een rustige ontsnapping. Precies dat. Bamboe haal je eruit, komkommer haal je eruit. Maar het is niet zo'n overfrisse geur wat een komkommergeur nog wel eens doen kan. Het is gewoon lekker fris. Dus zeker goed geslaagd. Het leukste van allemaal, de Withbox. Ik zal hem zo naar jullie toe openen. Dan is het voor mij nog even een beetje verrassing. En we hebben nog een Sunburst Bamboe. Oh. Heel leuk. Kom ik er op de rest zo op terug. Maar dat vind ik op zich wel best wel heel erg jammer. Ik bestel niet voor niks elke keer. Of bestel. Ik heb niet voor niks elke keer de geur van de maand er ook bij zitten. En sorry dat jullie een beetje over. Belicht worden. Maar dan krijg ik hem nu nog een keertje in de Withbox. En dat vind ik dan wel jammer. Sorry. Ja, we zijn er weer. Dus dat. Februari betekent dat we een nieuwe catalogus hebben. Die catalogus die heet Connections. Dat is deze, of heet Connections. Het thema is Connections. Dat we met elkaar weer de verbinding opzoeken. En dat is nu ook het thema van deze Withbox. Tuurlijk prima, goed passende. Even kijken. Ah, en wat tips om foto's te maken. En natuurlijk weet ik dat allemaal. Maar desalniettemin, laten we eens even beginnen. Oeh. We hebben weer washerwifts. Altijd leuk om die erin te hebben. Ditmaal van Cloudberry Dreams. Dat is weer een terugkomende geur. En natuurlijk komen de rest van de terugkomende geuren er ook weer bij. Coastal Sunset in een... Scent Circle. Heerlijk. Die gaat denk ik ook gewoon bij mij in de,
in het washok, zeg maar. En dan hebben we een geurtje. Een Lux Bar Shoreline. Wat was het? Shoreline Drive. Ja, zo kun je hem net iets beter zien. Het is nog ochtend, dus het licht is nog niet helemaal lekker. Shoreline Drive. Neem de pittoreske route langs een benauwd groen. Hoe? Neem een pittoreske route langs bedauwd groen en passiebloem, terwijl zeemist de weg wijst. Nou, als je loodtrapper bent, dan weet je hoe dat allemaal gaat ruiken. Ik ben geen loodtrapper. Ik heb geen nagels meer, jongens. En geen kracht, het is nog vroeg. Hoepla. Oeh. Ook die ruikt heel erg lekker. Ik denk dat zowel de geur van de maand als deze zijn. Het zijn frisse geuren. Maar wat ik net ook al zeg bij de geur van de maand. Het is niet zo'n overfrisse komkommergeur. Dit is ook niet een hele overfrisse. Nou ja, groen GC geur. Maar het is gewoon echt heel erg lekker. Goed geslaagd. Ik denk dat het ook wel iedereen wel lekker vindt. Zeker. De rest puur alleen maar opvulmateriaal. Wat jammer. We hebben een warmer. Leuk, leuk. We hebben de warme Mod Green. En natuurlijk krijg je daar ook gewoon het onderstel bij. Dit is voor de stekker. En dit is een keramiek mini warme basis. Dus ja, de basis voor de keramische warmers. Dus dan weten we ook gelijk al dat het een keramische warmer is. En zo'n mini warmer vind ik altijd ideaal voor kleinere ruimtes. Dus een, in mijn geval een keuken, een bijkeuken. De overloop zou kunnen, de hal beneden zou kunnen. Zo groot is het. Het is een woning, een tussenwoning. Een gezinswoning is het met twee slaapkamers. En je zou hem ook op een slaapkamer kunnen doen. Daar zijn ze ook goed geschikt voor. En natuurlijk de badkamer. Daar heb ik hem eigenlijk ook hangen. Daar hebben we samen met de keuken. Omdat ik verder niet zoveel stopcontact heb. Dat geheel terzijde. Er staat ook altijd, en dat blijf ik echt heel erg leuk vinden. Als je de verpakking opent, staat de tekst in. En die tekst, dat is een niet geheel spitterwild, maar het is altijd een hele mooie, ja, hele mooie tekst. En elk doosje is zo'n beetje ook wel verschillend, dus ze hebben heel veel tekst in omloop. En het eerste wat je tegenkomt is het lampje. Een lampje. Dit is een magisch lampje. Je kunt hem niet vervangen voor welk lampje dan ook. Dit is echt een lampje voor de sensiewarmers en om de wax goed te laten smelten. Zou je er een ander lampje in doen, dan werkt hij gewoon niet goed. En natuurlijk is ook gewoon nabestellen en de kosten vallen daar echt wel reuze mee. Daarnaast, tot dusverre heb ik nog geen enkel probleem gehad met welk lampje dan ook. Dus ik verwacht ook niet dat ze heel snel leeg gaan. Ze hebben ook niet veel voltage en dergelijke. En de wattage valt ook reuze mee. Dus wat dat betreft verbruiken ze ook niet heel veel. Om precies te zijn, is dit een 15 watt lampje.
Oh ja, ik wil zeggen, ik heb nog geen mini keramische warmen gehad. Dus ik weet eigenlijk niet, dit ziet er ook anders uit dan de andere, dan de glazen warmers of de kunststof. Bij de kunststofwarmers of de glazen warmers die ik heb, heb je er ook nog ringen bij zitten, zodat je hem goed stevig op elkaar kan zetten. En deze heeft dat tot dusverre nog niet. En dan natuurlijk het leukste gedeelte, die mini-warmer zelf. Deze mini-warmer zelf is eigenlijk alleen al de waarde van de box. De box kost €44 en daar krijg je dit alles bij. Dus dit is wat dat betreft een hele mooie starter. Dus als je denkt van nou, ik wil wel beginnen, maar ik wil even beginnen met een kleine warmer. Zo heb ik dat toen ook gedaan. En dan is dit, zeker als je de warmer die erin zit dadelijk leuk vindt, dan is dat een hele mooie beginner. Voor €44, wat dus alleen al deze kost, krijg je er van alles bij. Je hebt gewoon twee verschillende waxbars, dus je kunt wat uitproberen. En dat is daarin gewoon heel erg leuk aan. Dit mogen ze wat dat betreft ook wel vaker doen. Ah kijk, de ringen. Hierbovenop vind je dus inderdaad de ringen. Ik denk dat zit ze ook alweer in. Deze ringetjes zijn wat dat betreft echt heel belangrijk. Die zorgen ervoor dat jouw warmer goed op zijn plek zit en blijft. Oh, ik maak er ook weer een soortje van, maar... Ik hoop dat de kleur zo goed over gaat komen. Ja, zo wil hij wel redelijk. Hij is in het echt wat groener dan dat hij blauw is zo op de camera. Enorm mooi warm. Misschien als ik zo mijn haren erachter hou dat je het wat heter kan zien. Maar het is echt zo'n zeegroene kleur. Dat is het. En hij is heel erg mooi. Hij heeft dus als lampje allemaal gaatjes erin zitten. Dus het is niet echt een lamp aan zich. Maar het is echt puur voor het verwarmen met een klein beetje licht. Dat er ook wat warmte natuurlijk uit kan. Dat is ook belangrijk. Er kunnen hier maximaal 2 waxcubes in. En dan is het aanzetten en heerlijk genieten van je geur. Ik ben hier heel blij mee. Ik zal even laten zien hoe je hem in elkaar zet. Even kijken. Ik begin altijd met de dunste ring. Zal ik dat nu ook doen? Ik heb geen idee. Wat ik zei, ik heb de keramische warmer heb ik eigenlijk nog niet in mijn collectie zitten. Dus ik weet eerlijk gezegd niet nog welke ik het beste kan gebruiken. Maar er zitten dus 2 verschillende ringen in. Dit is echt een flinterdunne. En laat ik bijna de boel al vallen. En zoals je ziet is deze echt wel een heel stuk dikker. Of zoals je ziet, misschien kun je het helemaal niet zo goed zien. Geloof me op mijn woord in elk geval. En wat je dan doet is je plaatst de... kijk dat ik wat dichter bij jullie kom. De onderkant, de ring, die plaats je er overheen. En dan heb je hier dus een opening zitten die precies daar ook in te vinden is. Maar kijk, hier is een uitsparing en aan de andere kant ook. En daar zet je hem dan op. En dan draai je hem eigenlijk en dan zit hij vast. Ja, dus ook hier zou ik met de dikke ring inderdaad beginnen. Je kunt altijd, als hij het echt te vast voelt, en dan merk je wel als je hem niet kan draaien, kun je altijd de andere pakken, maar in dit geval is dat niet nodig. Kijk, hier kun je hem iets realistischer in kleur zien. Zeegroen is de kleur. Ik vind hem geweldig mooi. Ik denk dat hij ook wel in elk interieur past. Iets kleurtje, maar toch wel redelijk rustig. Dan kun je er 2 waxcubes in doen en dan kun je heerlijk genieten van Scentsy. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Geef deze zeker even een duimpje omhoog. En als je ook wat meer wil zien, daarbij niet vergeten
Mocht je hem willen hebben, hij is alleen maar in de maand februari verkrijgbaar. Dus tot en met de 31ste, wees er gauw bij. Mochten ze opraken, dan is dat natuurlijk ook zonde, want deze gaan natuurlijk hard als terecht ook een warme bij je in zit. Dus nou weet je wat erin zit, nou weet je wat je kan verwachten. Ik vind het echt een superleuk. Ik vind het altijd erg leuk als er een warme bij in zit. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Deze gaat gelijk dadelijk naar mijn keuken toe. Superleuk. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. En ja, tot een volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan missen jullie helemaal niks. Want er komt heel veel Disney, Marvel, Pixar gerelateerd ook allemaal aan. Komt er ook op of staat ondertussen op. Ik heb heel veel video's voor jullie klaarstaan. En onder deze. En dit is misschien wel de grootste verrassing. Doei doeg en fijne dag.